Hallo allemaal, welkom bij mijn YouTube kanaal. It's me, Nice Gremlin. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik chop choy ga koken. Dus ja, ik zal niet langer blijven praten, maar ik ga nu en jullie laten zien wat voor ingrediënten kan ik gebruiken. Chop choy, dit is een speciale gerecht in de Filipijnen. En dit is een van mijn lieveling vegetables recept, zeg maar. Chop choy. Deze bloemkool kan ik ook gebruiken. Carrots of wortel heb ik ook hier. Chinese kool heb ik ook hier. En 3 verschillende kleuren paprika kan ik ook gebruiken. Sugar snaps, dit is optioneel, kan ook pultjes natuurlijk. En ik gebruik ook uien. Jullie kunnen ook knoflook gaan gebruiken, maar ja, bij mij, ik hou niet zoveel van knoflook, dus gebruik ik niet. En wat ga ik toevoegen qua vlees en vis? Kippendij reepjes heb ik hier, die kan ik ook gebruiken. En maar jullie kunnen ook varkensreepjes kan ook, als jullie dat lekker vinden. Maar mijn boys houdt heel veel van kanalen en die geeft ook heel veel smaak met de groenten, dus die kan ik ook toevoegen. En ja, die zijn eigenlijk die ingrediënten die ik nodig heb. Dus ik ga ze voorbereiden eens naar je en dan laat ik. Ik ga nu starten met koken. Dit gerecht kan je ook serveren met rijst of noedels. En of spaghetti noedels. Zeg ik dat goed? Ik ga deze keer die spaghetti noedels ook gelijk koken. Ik heb warm water gedaan, gekookt. Laat even koken. Okay. Zo, ik begin met mijn ik ga mijn pan even warmen. Ik gebruik sesamolie, maar je mag gewoon normale olie gebruiken. Dat is ook goed. Als die olie al warm is of heet is, dan mag je al jouw uien. Oeh, lekker. Ook lekker. Goed, dan doe ik die harde groenten. En dat is wortel. Dan doe ik die kippendij. Nee, kippendij. Ik gebruik deze maïzena als binder.
met een beetje zout en peper. En dat maakt. Water is gewoon koken, kijk de noedels erin doen. Ik doe de kanalen even bij. Kijk eens, de vocht is al minder. Ligt eraan als jullie willen veel zuur of een klein beetje zuur. Ligt aan jullie. Als jullie veel zuur hebben, dan een beetje water erbij. En nu doe ik die cauliflower of die bloemkool toevoegen, bell pepper of die paprika. Als de bloemkool bijna gaar zijn, dan doe ik ook al die Chinese kool erbij. De stengel, die harde parts van die Chinese kool. Eerst. Nu, ik heb een 3 eetlepel maïzena of die alles binder wat jullie kan kopen in de supermarkt. Om mijn chop choy lekker af te maken. Ik kan ze allemaal samen verbinden. Zo. Even laten zien. Kijk eens. Zo ziet het eruit. En nog 2 minuten en dan kan ik uit doen. Ik wil aan jullie laten zien. Dit is de speciale chop choy van Nicey. Zie je dat? En dan gaan we eten vanavond met noedels. Maar je kan ook met de rijst eten. Is ook lekker met rijst. En zo ziet hij eruit. Dit is mijn maaltijd. Dit is onze diner voor vanavond. Bedankt voor het kijken en als jullie hebben wel leuk gevonden mijn koken met Nice. Koken met Nice. Koken met Nice. Koken met Nicey is beter. Klinkt beter. Kok. Niet vergeten om te abonneren in mijn kanaal Nice Kalimlim, Nice Filipina Dutch. Bedankt voor het kijken en niet vergeten om duimpje omhoog in dit video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Dus, bedankt voor het kijken.